Hey hallo mensen, en wat ontzettend leuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week. En wat voor lekkers gaan we deze week maken? Deze week maken wij een fireball. Inderdaad, die hete snoepjes die je vroeger altijd kon kopen bij de snoepwinkel. Trouwens, nog steeds, maar ik kocht ze vroeger altijd na het zwemmen. Al van die balletjes in je mond en dan proberen om ze zo lang mogelijk in je mond te houden. Nou, met dit shotje gaat het je zeker niet lukken, want als je die smaak proeft dan denk je, oh lekker, en voordat je het weet is hij op. Dan maak je gewoon weer een nieuwe. Maar hoe maak je nou zo'n lekkere fireball? Ik ga het je vertellen. Je hebt nodig de Blue Curaçao. En je hebt nodig de Sambuca. En met die laatste, de Sambuca, daar gaan we deze week mee beginnen. Want daar hebben we het meeste van nodig. We doen 2/3 van het glas met Sambuca. En is het heel makkelijk. Wat er over is, vullen we dan met de Blue Curaçao. En dan zal je zien, dan krijgt het shotje gelijk een mooie blauwe gloed. En dan heb je een heerlijk shotje van de week. Mocht je nou ook een beetje proeven, een lekker shotje weten, laat het hieronder in de commentaren achter wat jouw favoriete shotje is. En misschien maken we volgende week dan wel jouw shotje, het shotje van de week. Mocht je dit shotje net zo lekker vinden als het ik er vind, zou ik zeggen, duimpje omhoog. En mocht je deze video zitten te kijken en je hebt hem ondertussen gemaakt, zou ik zeggen, proost! Ah. Een shotje hier, een shotje daar. Het is nu tijd voor shotjes.